Hey, leuke sneeuwers. Leuk dat jullie kijken hier naar een nieuwe review van Bier en Spijs en Thuisuit. Vandaag op de camping in het Guldal, waar ik een paar jaar geleden ook een review heb opgenomen. Vandaag een nieuw biertje, samen met Marcel, een vriend van mij, oud-collega tevens. Marcel, wat hebben we vandaag te proeven? Vertel eens. Ja, we hebben een Texels eentje te proeven. Uit 2023, vorig jaar gekocht. En beloofd om hem op de camping te proeven samen. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen en qua kleur, geur. En natuurlijk de smaak. En de smaak natuurlijk inderdaad, dus heel benieuwd. Trek hem open, ga hier aan, dan schrik hem maar in. En jou de heer. We gaan even kijken. Het zit in ieder geval een mooie kruid, dames en heren. Niet te vergeten. Alleen te verkrijgen op Texel, het eiland van Noord-Holland. En je kan het ook herkennen aan tv-tas. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Dus oftewel tv-tas. Deze is dan van 23 vorig jaar. Alleen in november krijg je dus weer de 24 die uit gaat komen. Nou, we gaan even kijken wat hij doet. Ik heb zelf ook al een fles van Mars gehad van 2022. Die heb ik al. Geef hem even in. Die heb ik zelf thuis staan, ook zelf gedronken, helaas gereviewd. Dus we gaan kijken wat jij gaat doen hier. Dan moet je de eerste altijd weggeven. Hij heeft wel een mooie kraag, Thijs. Kijk, dit glas is leeg. Hetzelfde glas. Dus je ziet het. Ik ben heel benieuwd. Het is een beetje regenachtig hier in de Guldal vandaag. Het duurt tot een uurtje of 8 schijnt de buien weer weg te gaan. Het is iets voller, maar... Dat maakt niet uit. Nou, je mag gaan ruiken, Thijs, wat je ervan vindt. Dus hier wordt de regen wel vallen op het tentdoek van de kokosfiet hier in het Guldal. Ik zou het aanraden. Mm-hmm. Dus we gaan samen naar de neus en we gaan ruiken. Proost. Alvast proost. Ik krijg een lichtelijk kou variant. Heel licht. Het is wel heel zacht. Weet hij? Ja, sowieso in de neus is sowieso zacht. Het is een heel mooi biertje. Ik ga hem even proeven. Proost. Proost. Nou, hey. Mooi qua kleur, qua smaak. Nou, over qua kleur gesproken, als ik een beetje in het licht hou. Mm-hmm. Ik zie een beetje kastanjebruin erin. Ja, zeker. Een beetje die donkere gloed. Ja, een beetje het roodbruine gloed, maar het zie je niet op de camera echt duidelijk. Maar de camera is het niet te zien, maar... Hij heeft een mooie bruine gloed van een kastanje. Ja, ook een mooie kraag, een beetje een bruine... Bruine karamelkraag, heel licht. Ja, heerlijk. Het is mooi bij een stoofpotje. Ja. Gewoon bij wild, stoofpotje, wild... Een herfstbiertje, om het zo maar... Dat vind ik zeggen, wel, persoonlijk. Ja, hij is gewoon goed van smaak van 2023. Mocht je op Texel zijn, ga naar welke? De Texelaar, de brouwerij De Texelaar. Dus niet Texels, maar echt De Texelaar. Dit is echt een kleine brouwerij. Wat ik heb vernomen van Marcel uit. Mm-hmm. Texels biertje, wat iedereen kent van Skuumkoppen en de andere. Maar dat is dit niet. Dat, is echt, dat valt weer onder de Heineken brouwerij, maar dit is echt een kleine brouwerij. En ieder jaar het kruikje, volgend jaar de 24 dan, die weer uit gaat komen. Dus we gaan hem sowieso proeven. Dus mensen, we gaan lekker genieten van dit biertje. Proost op deze najaar, deze mooie herfstdag met regen in het zuiden van het land. Dus we zeggen, hier levensnitters, proost. Geniet maar, drink maar, melaten. Cheers, op je gezondheid. Jij ook, jongen. Proost. Proost.